Het is nogal een gebouw, hè, zeg. Amai. En zo groot en nieuw allemaal. Ja, dat mag ook wel, hè, na 7 jaar bouwen. Op 3 uur was het gedaan, hè, die verhuis. Patiënten en materiaal. Dat is straf, hè. Gelukkig is het niet ver. Een paar 100 meter zal het zijn, zeker. Dat chapeau dat leger heeft geholpen, hè. Met 15 brancardiers en 6 ambulances. Zeg maar, heb je die arme couveuse kindjes gezien? Ze hebben zo'n aluminium astronautendeken rond de incubators moeten wikkelen, zodat ze niet zouden afkoelen. De kinderarts, die heeft ze met zijn eigen auto vervoerd. Hij reed als een F1-piloot. Ah, wel, die 2 kindjes die vannacht zijn geboren, ja? Die heb ik zelf op mijn armen gedragen. Oh. De laatste uit oude gebouw. Ik ga het toch niet echt missen, denk ik. Ah, wel, nee, ik ook niet. Weet je nog, 20 jaar geleden, toen wij hier begonnen? Precies de oertijd. Geen warm water op de kamers, veel te smalle deuren. Het gebouw was nog net zoals in de jaren 30. Een heel de nachtshift lang compressen vouwen samen met de zusters. En alles eerst afkoken om te ontsmetten. Ja, tegenwoordig is er al veel wegwerp, hè. 3 zalen radiografie hebben we nu. En heb je de keuken al gezien? Maar ja, ongelooflijk. 1300 maaltijden per dag. En wij vroeger met een grote pot op ons karretje over heel het domein sukkelen. Dat was koud voor het bij de patiënten kwam. Ja.